De beste leraren blijven zelf ook leren. Met een master leraar wiskunde gaat je kennis er met sprongen op vooruit. Je kunt lesgeven in de bovenbouw, bijdragen aan verbeteringen van het onderwijs en jouw schoolorganisatie, en je kunt alles wat je leert direct toepassen in je eigen praktijk. Ik ben eigenlijk in mijn vak op 3 punten sterker geworden. Als eerste is dat vak didactisch. Ten tweede is dat echt je vak, voor mij wiskunde dan. En als derde is het je onderzoek. Ik heb Flipping the Classroom toegepast in mijn lessen. Dat is eigenlijk het huiswerk en de uitleg omdraaien. De leerling krijgt thuis uitleg met behulp van een instructievideo. En dan als ze binnenkomen hebben ze veel meer tijd om huiswerk te maken, zodat ik ze ook beter individueel kan begeleiden. Met behulp van Flipping the Classroom onderzocht ik of mijn leerlingen meer zelfvertrouwen, eigenlijk de self-efficacy, of dat is toegenomen, het zelfvertrouwen dat ze een wiskundeopgave kunnen maken. Zonder het feit dat ze meer tijd hadden om in de les vragen te kunnen stellen. Ze vonden het vooral fijn om de instructievideo's ook te hebben met het leren van de toets. En wat ik heb gemerkt is dat de self-efficacy omhoog is gegaan en de resultaten zijn omhoog gegaan. Ja, dus het leuke van, hiervan is dat door de masteropleiding ben ik onderzoek gaan doen. En dat kan ik nu nog steeds toepassen in mijn lessen. Mijn vakdidactiek is zeker verbeterd. Het is vooral verbeterd door het met het kunnen toepassen op de bovenbouwleerlingen. Ook is het fijn binnen de school dat als je dingen meekrijgt van de masteropleiding, dat je die dan ook kan bespreken met je mede-collega's. En dat je dan kan besluiten dat je het allemaal gaat toepassen. Dus als bijvoorbeeld mijn onderzoek wordt ook door mijn collega's toegepast. Dus die gebruiken mijn instructievideo's ook in de lessen. Nou, wat ik eraan heb gehad is dat ik merk dat ik het gevoel heb dat ik nu echt wel een bekwame docent ben. Het is wel 3 jaar echt aanpoten. Dus je moet wel keuzes maken, maar ik vind het is voor mij zeker waard geweest. En ik sta met heel veel plezier voor de klas. En ik merk dat voor mij de bovenbouwleerlingen en de bovenbouw er echt wel voor zorgen dat ik mijn plekje heb gevonden hier zo binnen het onderwijs. Nog even op een rij. Nieuwsgierig geworden? Meld je aan voor een intakegesprek. Gewoon doen.